Ja, de stelling is om iets over 10 ingestort. Bij het begin werd er al melding gemaakt dat er een aantal slachtoffers waren. We wisten van de bedrijfsleiding dat er op het moment dat de stelling was ingestort, dat er nog 2 mensen op de stelling aan het werken waren. Dus één van die personen is met de verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. We hebben nog geen idee over de ernst van die verwondingen. En zijn collega die is helaas overleden. Voor hem kon geen hulp meer baten. Al die collega's van de slachtoffers die worden opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie, maar ook door onze collega's van het Rode Kruis die met de dienst DSI ter plaatse zijn om de nodige steun te bieden. Het is zo dat die stelling die naar beneden gekomen is de volledige stoep inneemt en ook de rijweg. Dus we hebben de straat volledig afgesloten. Het zal zeker nog tot na de avondspits duren.